Ik heb een jaar gereisd over de wereld, een aantal jaar geleden. En overal waar ik kwam, op de mooiste plekjes van de wereld, zag je plastic afval. En toen heb ik besloten om er iets tegen te doen. En dat is deze boot geworden, dus een boot van plastic afval. Daar ben ik 3 jaar geleden mee gestart met die uitdaging. Ja, en vandaag ligt die voor het eerst in het water. Dit is mijn thuisbasis. Ja, en op de grachten zie je verschrikkelijk veel plastic afval. Je moet juist gewoon dicht bij jezelf beginnen om met het probleem aan de slag te gaan. De Amsterdamse grachten waren een hele logische keus voor mij. De flesjes die we uit de Amsterdamse grachten hebben gehaald, daar zijn korrels van gemaakt. En van die korrels zijn schuimplaten gemaakt. En die schuimplaten vormen de basis van deze hele boot. Ja, dat is wel verschrikkelijk bijzonder, want ik ben in mijn eentje gestart 3 jaar geleden. En toen wisten we nog bij God niet hoe we dit voor elkaar moesten krijgen. Dus het is een behoorlijk lang traject geweest met bloed, zweet en tranen. We beginnen dus in Amsterdam, maar het lijkt ons te gek om dit in andere steden van de wereld te doen.